accountant zijn, dat is hetgeen dat we fier op zijn, hetgeen dat we willen uitstralen en hetgeen dat we willen meebrengen aan iedereen, die we daar het brede publiek willen overdragen en vertalen. En kwaliteit draag je zomaar mee. Het is iets eenvoudigs die je moet opbouwen, langzamerhand, tot een mooi geheel van uitstraling vanuit het kantoor naar het cliëntele toe. En van daaruit dat het IAB gekozen heeft dat kwaliteit een strategische doelstelling van de toekomst wordt. Een van de dingen die we vroegen op het moment van de voorstelling van de handleiding tot de toekomstige kwaliteitstoetsing, was eigenlijk het principe van wie wil er daaraan meewerken. En als je dan ziet hoe spontaan de mensen reageren om zich kandidaat te stellen, enerzijds tot het behoren tot de kwaliteitscommissie die er zal voor opgericht worden en daaraan mee te werken, maar ook tot de kwaliteitstoetsers om daaraan zelf deel te nemen en zich kandidaat te stellen en anderzijds ook te dienen tot een voorbeeld in de zin van, voorbeeld is misschien ruim gesteld, maar als medewerker aan om het uitwerken van het project te gaan brengen. Dat is gewoon schitterend. We zijn daar heel verheugd op. Want eigenlijk is dat de grootste boodschap die we moeten meegeven aan iedereen. Dat is niet het aspect van die kwaliteitstoetsing. Oei, wat komt er op ons af? Nee, het is het begeleidingsaspect die we willen uitdragen. We gaan daar samen aan werken. Zowel voor het kleine kantoor, de persoon die gans alleen werkt, of het kantoor die met meerdere mensen samenwerkt, gaan we samenwerken aan kwaliteitsbewaking. En we gaan daar samen aan inbreng gaan doen door aan begeleiding te gaan doen.